Daar zijn we weer. We gaan een nieuwe vlog maken. Ja. Vandaag is het zondag. Fancy World Weekend. Daar gaan we heen. Ja. We gaan er ook spreken. We laten jullie gewoon zien wat wij daar gaan doen. Een klein beetje ons zegje. En hoe leuk het is om vegan te zijn. En we sporten. Ja. En allemaal chaos. Ja, chaos. Nu al. Ja, en we gaan samen met mijn moeder. Die gaat voor het eerst denk ik mee met ons naar een festival. Nee. We zijn een keer naar een Raw festival geweest. Alleen dat was heel veel dansen waar wij niet zo van zijn. Nee. Maar dit is leuk, dus we gaan nu naar naartoe. Ja. Hoi! Hoi, daar ben ik weer. Ja. Ik wil ook weer een keer mee. Yes, we gaan lekker naar Veggie World. En die moeder ben je ook bijna famous. Huishoudbeurs voor de veganisten en de huishoudbeurs. We hebben vandaag Celia Zwart en Tom Zwart. Zou ik een dame met applaus mogen voor ze? Ik ben natuurlijk Zilla van squatzilla.nl. Sommigen zullen mij kennen van mijn blog, sommigen niet. Dus het is leuk om even kort te vertellen. Op squatzilla.nl schrijf ik nu al wel dik een jaar over vegan lifestyle in combinatie met krachtsport. En ik heb natuurlijk Tom. En samen met hem hebben we ook het vlog vegananimal.nl, waarin we bijna wekelijks toch wel jullie op de hoogte houden van wat we allemaal meemaken. Zowel in het dagelijks leven als op sportgebied. Gewoon om even te zien hoe de zaal is. Wie eet er nog vlees? En wie zijn er helemaal vegan? Zijn lekker veel vegans in de zaal? Yes, zijn ook vleeseters, vegetariërs en ook ertussen, die mogen ook een hand opsteken. Yay! Yes, lekker verdeeld. Nee, we gaan dus vandaag een presentatie geven hoe je je sportprestatie verbetert door middel van een vegan lifestyle, want wij denken dat de beste mogelijkheid is. Vegetariër is nu al een beetje ingeburgerd, maar als je nu zegt ik ben sporter en vegan, nou dat is echt ja, bijna onmogelijk, terwijl we zijn er en deze meneer is er ook. En er zijn zat andere veganistische atleten die en leven en er goed uitzien en van binnen ook veel gezonder zijn dan mensen die daar niet op letten. Dus dat is eigenlijk drie keer win. We hebben nog een kwartier over, dus als er vragen zijn, kom maar door. En dit was het voor zover. Eventjes heel erg bedankt voor het luisteren! Wauw, hoeveel mensen, hè? Ik hoor zelfs een soort echo. Dus dan denk ik, gaan we een hele jaar gebeuren. Het derde punt, dat denk ik op ons voedsel en de effecten die dan op de aarde en op de vrede in de wereld, de oorlog in de wereld, heeft te maken met ons welzijn. Je ziet steeds meer dat doordat wij ontzettend veel dierlijke eieren te eten, dat dat ten koste gaat van mensen in andere landen. Waar nu de landbouwgronden wordt gebruikt om daar veevoer te delen, in plaats van de eiwitten te delen die rechtstreeks naar mensenmonden gaan, gaan wij dat eerst naar het westen vervoeren om dat in de industrie te laten omvormen tot ongeveer 80% aan lichaamswarmte en poep met mest. En dan houden we slechts 20% over aan dierlijke eiwitten. Hoe inefficiënt is dat? We hebben 1 miljard mensen die elke dag met honger naar bed gaat in de wereld. En 1 miljard mensen die lijden aan overgewicht, obesitas. Dat is een disbalans in de wereld die onhoudbaar en onsolidair is. En waar we niet alleen welzijn van mensen in gevaar willen opbrengen, maar met name ook de welzijn van dieren. Dieren daar uiteindelijk ook de prijs voor moeten betalen. Marianne op de camera, ze heeft net een super toffe lezing gegeven hier bij Veggie World en we vonden het leuk om haar nog even wat korte vragen te stellen. Ja. Noem eens 3 redenen waarom we op Partij voor de Dieren moeten stemmen. Omdat wij vasthouden aan onze idealen, omdat we de planeet centraal stellen en niet de mens. En omdat het ontzettend belangrijk is dat wij nu opkomen voor dieren, natuur en milieu, want die kunnen niet voor zichzelf. Dat begint al goed. En daarna zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd wat het makkelijkste is om bij te dragen aan een goede planeet. Als je 1 ding mag noemen van het dagelijks leven, wat is voor jou het makkelijkste om aan te passen? Wat je eet. Je mes en je vork zijn de belangrijkste wapens in de strijd tegen klimaatverandering, dierenleed, milieuvervuiling en je eigen gezondheid. Nou, nu we het toch over gezondheid hebben, mijn blog gaat natuurlijk over vegan eten en krachttraining. Doe je misschien zelf al sport? Wat doe je zelf om fit te blijven?
Ja, ik doe workouts thuis voor de buis met een YouTube filmpje en dan zo van de hele snelle, van 10 minuten en dan weer wat meer kracht en dan weer wat opzitten en zo. Ja, en dat doe ik een paar keer per week. En wat eet je na training? Wat eet ik na training? Iets met koolhydraten. Oh, heel goed. Ja? We hebben een lezing over gegeven. Carbs. Nou, Marion, heel erg bedankt. Ik ga je zoeken. Nou, dat was leuk. Succes met je vlog en tot de volgende keer. Stemmen. En ga stemmen, hè? Stemmen! Dankjewel. We staan nu bij de stand van Even Geen Vlees. Yes, de moeder ook erbij. Met z'n allen. Ja. Ja. Dit is Robin Schaper. Hoi. Die kent iedereen wel. Ja, die heeft een boek geschreven. Ja. Hartstikke top boek. Ja. Lang leven. Vlees is dood, lang leven groente. Ja. Dus als je nog niet een huis hebt, haal hem in huis. Sowieso halen. Verder staan we bij onze stand, of bij de stand van Even Geen Vlees. Ja. Met onze posters. Dus dat is top, dat zie je staan. En de rest hangt er ook. Allemaal blote mannen. Ah, lekker! Dus wat leuk om ons zelf tegen te komen. Ja, dus dat is cool. We staan nu bij de stand van Daya. Advies van Amado, van Armanda, hebben wij dus gehoord dat ze cheesecake hebben hier. Ja. Die gaan we even happen! Ja, en jij gaat ook... Even happen. Ja. Wakker wel twee. En? Lekker? Neem eens een hapje. Jezus! Dat is niet normaal. Het smaakt serieus gewoon naar monsoep. Het smaakt echt naar een cheesecake die ik vroeger maakte toen ik nog buiten mijn boekje ging. Oh. Oh, dat gaat wel in één keer, hè? Ja, lekker. Goeie shit. Mm-hmm. Je baard geniet ook mee. Top. Lekker, hè? Ja. Echt bizar. Hoeven mensen nooit meer te zeggen, hey mama, als je vegan bent, dan kan je niks meer lekker eten, geen cheesecake, alles. Zo, we zijn weer in Amsterdam aanbeland. Ja, bij Amsterdam. De dag is weer om, dus dat was leuk. Het was zo leuk! Lekker veel dingen gedaan. De zaal zat zo vol. Ja. Iedereen die erbij was, heel erg bedankt voor jullie enthousiasme. Het was echt hartverwarmend en zo leuk en zo inspirerend. Allemaal bedankt. Dus volgend jaar weer. En dan kijken we wat voor leuk festival er binnenkort weer is. Ja, sowieso. Oké. Okay. Dus tot de volgende keer. Like, deel, alles. Ja. Peace.